Succes zijn er op veel niveaus. En dat hoeft niet alleen in een wedstrijd te zijn. Maar daarvoor moet je jezelf ook wel doelen stellen. Dat is niet, dat komt niet, ja. Moet je wel bewust van zijn, zeg maar. Je hebt mensen die, dat zijn echt absolute winnaars. Die doen voor niks minder dan goud. Ik denk, daarvan heb ik er thuis eentje op de bank zitten. Ja. Ik denk dat als ik dat zou hebben gehad, dan was ik al lang afgehaakt. Want zoveel heb ik niet gewonnen in mijn leven. Ik vind het juist heel leuk om met het proces bezig te zijn en om mezelf daarin iedere keer te verbeteren. En dat het dan uiteindelijk resulteert in een snellere tijd of een net wat betere start of dat je net wat sneller herstelt of dat soort kleine dingen. Uiteindelijk maakt dat dat je misschien toch een paar tienden kan pakken op een 500 meter en dat vind ik heel erg leuk. En als je daarmee beter bent dan anderen is dat natuurlijk fantastisch en dat is uiteindelijk ook het doel. Alleen dat is niet de hoofddrijfveer voor mij, denk ik. Ja, je strijdt misschien inderdaad soms voor dezelfde plekken, vooral op de 1000 meter en meestal verlies ik dat, tot nu toe. Maar nee, dat is zo en wat het resultaat daarvan is, dat wordt verder, dat staat absoluut niet tussen ons in. Ik denk dat het juist, we versterken elkaar ook wel in het beleven van topsport, denk ik. Je weet wat soms nodig is, bepaalde keuzes te maken die niet altijd in het belang zijn van je relatie. En ik denk dat wordt heel makkelijk geaccepteerd, dat je dan toch voor jezelf kiest, zeg maar. Dat is geen probleem. Maar het kan ook soms wel heel vervelend zijn, denk ik. Als je net tegenovergestelde trainingskamp-roosters hebt of je ziet elkaar gewoon een tijdje niet. Ja, ik zie het absoluut als een fantastische bestaan nu. Ja, natuurlijk, anders had ik het niet gedaan. Maar er zijn wel dingen die je ervoor moet laten. Ik vind de algemene dingen, niet naar feestjes. Ik ben bijvoorbeeld nooit echt student geweest. Ik heb wel gestudeerd, maar ik ben nooit echt student geweest. Ja, dat zijn wel dingen die ik wel jammer vind. Ik vond het prettig om op momenten dat het niet zo goed ging met schaatsen. Bijvoorbeeld, ik plaatste me niet voor de Spelen. Dat was natuurlijk super zuur. Toen had ik nog wel mijn studie, een aantal tentamens waar ik op kon focussen. En dan, dat zorgde er wel voor dat je ook op een ander vlak toch... ergens succesvol in kan zijn en daar energie uit kan halen. Dus op zo'n moment helpt dat zeker. En ik vond het ook gewoon wel leuk. Ik vind het ook leuk om op andere vlakken ook nog bezig te zijn, behalve het schaatsen. Ik denk dat ik mezelf ook anders in schaatsen kan verliezen.